Ja, vrienden. Ik zet hem even aan voor niemand in de buurt. Ik doe hem even onder. Hey, hebben jullie dat helemaal gevolgd? Over die Connie Witteman. Ja, Witteman heet ze tegenwoordig. Connie Breukhoven. En vroeger Vanessa. Hebben jullie dat gevolgd? Met die Albert Verlinde. Nou zeg, het lijkt wel alsof Nederland zich een beetje verveelt of zo. Terwijl corona nieuws is hier en vaccin is daar en weet ik veel allemaal meer. En waar staan de kranten mee vol? Met Albert Verlinde en onze Connie Vanessa. Want waar gaat het dan over? Dat Vanessa die heeft gezegd van die Rutte die moet niet lopen kutten. Met die reizen, daar mogen we niet naartoe, maar we mogen wel allemaal naar Curaçao. En toen had die Verlinde weer gezegd van, nou ja, als ik dat had gehoord, dan had ik mijn buurvrouw zo door het trappenhuis getrokken. Nou, en toen ging gelijk die Connie, die zei van, oh, maar dat pik ik niet, dat wordt de rechtszaak. En toen moest hij zijn verontschuldigingen weer maken, Verlinde, en dat deed hij niet. En zelfs bij Bo, moet je nagaan, bij Bo werd er aandacht aangeschonken aan deze flauwekul. En toen, ik weet het niet eens meer, moet je nagaan. Het feit dat ik dit allemaal weet is al zo erg. Dat ik dit allemaal nog kan herhalen. En toen, hoe ging het ook weer verder? Toen zei zij van ja, maar hij moest zijn verontschuldigingen aanbieden. Anders maak ik er toch een rechtszaak van. En uiteindelijk heeft hij toen, in weet ik veel, Boulevard of Shownieuws of waar zit hij Verlinde. En toen heeft hij zijn excuses gemaakt. En nu is het dan eindelijk van de baan. Oh, dit is de hele, moet je nagaan, waar Nederland zich mee bezighoudt, zeg. Maar dan niet alleen in de kranten, maar ook op tv. En als je nou goed gekeken hebt, dan moet je goed kijken naar hoe die Connie, bijgenaamd Vanessa en omgekeerd, hoe die er nu uitziet. Ja, want vroeger, ik ken haar, ik heb wel eens opname met haar gemaakt. En zij was dus gewoon leuk. Heel erg leuk, beetje sexy en leuk. Dat was Vanessa. En ze kon natuurlijk helemaal niet zingen, maar dat maakte geen malle moer uit. Zij was officieel leuk. En wat gebeurt er daarna? Dan gaan we dus naar de verkeerde doktoren en we krijgen de verkeerde injecties en de verkeerde operaties. En wat zien we dan? We herkennen haar gewoon niet meer. Nee! Niks meer Vanessa. Nul. Volkomen verdwenen. En hoe kan dat nou? Want het is een hele slimme vrouw. Dat weet ik gewoon. Want zij was heel erg intelligent. En hoe kan het dan gebeuren dat je dan toch zo eruit komt te zien? Met van die hele rare ogen en dit en dat. Dat gebeurt niet alleen bij Vanessa dat ze er raar uit komt te zien. Nee, dat gebeurt ook met Petty Bart. En dat gebeurt met Linda de Mol. En dat gebeurt met Monique van der Ven. Dus ik weet niet wat er allemaal is met die meiden. Voor Monique van der Ven, daar verliet je huis en haard voor. Daar ging je gewoon helemaal, ja, pop, zo erachteraan. Natuurlijk, die was leuk en die was blond. En die was een soort Zeeuws meisje en die had het helemaal. En wat is daar dan nog van over? Dat is het punt. En dat is eigenlijk waar ik het met jullie over wil hebben. Dames, hou eens op met al die onzin en met al die injecties en al die verkeerde doktoren. Hey, dames, blijf jezelf. Ja.